Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Voetbalclub Centro Barber heeft niks verkeerd gedaan met de subsidie die is ontvangen vanuit het ministerie van Onderwijs. Binnen het ministerie zelf is wel veel misgegaan. Dat schrijft de Extra vandaag op de voorpagina. Advocaat Michael Bonaparte heeft namens de APVO een brief gestuurd aan minister Alcalá Wallé van Onderwijs om meer duidelijkheid te krijgen over verhalen over documenten die achter zijn gehouden en verdraaiingen van de waarheid bij de toekenning van de subsidie. 20 november om 11 uur 's ochtends op Sint Maarten zal een kort geding plaatsvinden tussen vertegenwoordigers van de democratisch gekozen regering van Sint Eustatius en de regering van Nederland. Volgens deze Staciaanse politici, die in februari opzij zijn geschoven, heeft Nederland verkeerd gehandeld. In februari stelden ze dat het bestuurscollege niet meer in functie was en stelden ze een regeringscommissaris in. Volgens de politie van Sint Eustatius heeft Nederland daarmee tegen internationale verdragen gehandeld en zelfs tegen het handvest van de Verenigde Naties. In het kort geding willen ze hun punten naar voren brengen. Winkeliers in Punta Otrabanda zijn het niet eens met de wijze waarop de overheid een tax-free verkoop wil invoeren. Dit heeft namelijk veel problemen voor de verkopers. Als er cruise-toeristen op Curaçao komen en die willen iets kopen op Curaçao, moet het product gesield worden en door de winkelier zelf naar de megapier worden gebracht. Ook moet de cruise-toerist zijn paspoort of identificatie aan de verkoper geven. En dat zorgt volgens de winkeliers voor veel problemen. Zij pleiten daarom voor een algeheel tax-free verkoopbeleid in Punta en Otrabanda. Niet alleen aan toeristen, maar ook aan lokalen. Hotel Veneto en het nabijgelegen casino en ook restaurant Denny's worden de komende periode afgebroken. De werkzaamheden zijn gisteren begonnen. Op de plek waar nu deze gebouwen staan zal Corendon, de Nederlandse touroperator, een nieuw hotel bouwen van 800 kamers. De eerste fase moet eind 2019 afgerond zijn. De inboedel van Hotel Veneto is de afgelopen periode weggegeven en een groot deel verkocht. 60% is naar mensen gegaan die het kochten. De laatste 40% is weggegeven aan bedrijven, instellingen en families die het nodig hadden. Bijvoorbeeld mensen die te maken hebben gehad met een brand waarbij een groot deel van hun huisraad is verdwenen. Aqualectra doet een beroep op de bevolking van Curaçao om verstandig om te gaan met elektriciteit. Er is veel vraag, onder meer vanwege het warme weer. En ook is er een grote kans dat elektriciteit wegvalt in bepaalde wijken als er te veel mensen hun airco en dergelijke aan laten staan. Aqualectra vraagt om begrip voor de situatie die nog een week kan duren. De Divi-Divi-school heeft gisteren een belangrijke mijlpaal gezet met de installatie van een leerlingenraad. De school voor speciaal onderwijs wil daarmee de leerlingen een stem geven in het beleid van de school, maar ook om te leren discussiëren met andere leerlingen en daarmee een verantwoordelijkheid te dragen. Het was een bijzondere dag voor de leerlingen en gisteren werd het ook goed gevierd op de Divi-Divi-school. Bonaire is geprotesteerd tegen een beeld dat is geplaatst bij de nieuwe gevangenis, de JICN. Het beeld van de Curaçaose kunstenares Hortense Brown toont een donkere vrouw die daar zit te wachten samen met haar kind. Volgens sommige mensen op Bonaire geeft dat weer dat vooral donkere mensen problemen hebben met justitie. En dat is een indruk die ze weg willen nemen. Er is vandaag de hele dag ruimte om te demonstreren tegen het beeld. En men wil vooral de discussie aangaan over de reden van de plaatsing van het beeld. In de Zuid-Franse stad Marseille zijn twee gebouwen van 5 verdiepingen ingestort. Er wordt gezocht naar vermisten. Tot nu toe zijn nog 7 mensen spoorloos. In de stad is een discussie gaande of dit te maken heeft met de slechte staat van het gebouw of met de regenval van de afgelopen dagen. Joaquin Guzmán, beter bekend als El Chapo, staat vanaf vandaag terecht in New York voor een reeks aan misdrijven, waaronder moord en het witwassen van geld. De vraag is of El Chapo, ooit de meest gezochte man op aarde, ooit nog vrijkomt. El Chapo is oprichter en leider van het Sinaloa drugskartel en wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van minstens 10.000 mensen.
Amerikanen trekken vandaag naar de stembus om een nieuw congres te verkiezen. Maar in de praktijk heeft het veel te maken met de populariteit van president Donald Trump. De midtermverkiezingen worden dan ook beschouwd als een referendum over de president. Hij is flink aanwezig in de campagne en gaat de uitdaging vol aan. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands. Elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.